De Spoorwensdagen is een initiatief van vrijwilligers van NS en ProRail en ook Highspeed en Nettrain. Worden dit jaar voor de 6e keer georganiseerd. Het zijn dus 2 dagen in het jaar. Tijdens deze 2 dagen vervullen wij 60 wensen. Vandaag gaan we met de trein naar Almere, Lelystad, naar Zwolle, naar Arnhem. En via Arnhem gaan we weer terug naar Utrecht. Shirano is helemaal gek van treinen. Shirano heeft regelmatig al in het AMC gelegen. Shirano heeft een ernstige vorm van astma. En daar heeft hij allerlei hele mooie treinen langs zien komen. En daardoor wil hij heel graag een keertje met de trein mee. Ons motto is toveren een lach op het gezicht. Nou, dat is ook de belangrijkste motivatie voor heel veel mensen. Dus op een hele vaak simpele manier toch mensen heel erg blij maken. Sinds ik 2 jaar ben, wil ik al machinist worden. Dus toen gingen we dit doen. Dan gaan we met de Spoorwensdag Express naar Hengelo. Naar het technisch centrum. En daar krijgen we een rondleiding. En dan gaan we terug naar Deventer met de Spoorwensdag naar Zwolle. En daar krijgen we een rondleiding in de verkeersleidingspost. Ik heb mijn man Willem Hemstede opgegeven voor de Spoorwensdag. Omdat wij sinds kort weten dat hij ongeneeslijk ziek is. En hij wordt behandeld en dat gaat allemaal heel goed. Maar we worden ineens geconfronteerd zeg maar, met het einde van het leven. En toen dachten we, hebben we met elkaar een gesprek gevoerd van wat wil je nog? Hè? Wat lijkt je leuk om te doen? De zogenaamde bucketlist. En eigenlijk kwam Willem maar met 1 verzoek, namelijk om een keer een trein te besturen. Ik heb 1 keer, toen ik heel klein was, een keer met een machinist gezeten. Gewoon om te kijken hoe het gaat. Toen dacht ik van nou, als dat ooit nog een keer mogelijk is, dat lijkt me echt geweldig.